Wantenpop is echt altijd een hele speciale dag, omdat daar voor alle leeftijden is wat te doen. Ga je naar Fleming, Claude of de Dirty Daddies? Genoeg keuze met de uitgebreide line-up bij de 28e editie van Wantenpop. Vrijdagmiddag om 4 uur start het festivalweekend met Wantai Live. De organisatie is er in ieder geval bijna klaar voor. We hebben natuurlijk 7 maanden regen achter de kiezen. En we hebben heel veel tijd en moeite gestoken in het park goed houden, in het gras goed houden. Het ziet er eigenlijk gewoon heel goed uit. Ja. We hebben nog een goede 24 uur, dus dat komt toch goed, denk ik. In het Wantaipark is deze zaterdag plek voor zo'n 20.000 man. En voor dit publiek is er genoeg te doen. We hebben in de food area een hele mooie Leffe-kathedraal, waar je in elk geval heel luxe een plekje kunt zoeken om te genieten van die heerlijke Belgische biertjes. Voor de rest is het denk ik eigenlijk in lijn met wat we altijd doen. Dus veel landelijke bekende acts, maar ook heel veel plek voor regionaal talent. Zowel hier op het hoofdveld als bij Popstralen. Geheime Deuntjes is ook weer 2 dagen terug. Voor de kinderen is er uiteraard heel veel te doen. Je ziet zoveel blije mensen hier door het park heen struinen. Sommigen komen heel specifiek voor een act, of dat Cloud of Fleming is. Of anderen juist weer voor Wies of Dirty Daddies. Of juist al die hele andere muziekstroming die je bij de Geheime Deuntjes ziet. Die mega mix van blije mensen eigenlijk is denk ik wat Wantenpop zo leuk maakt.